Arnhem houdt de Stichting 1940-45 een verzetstentoonstelling die ons op pakkende wijze de tijd in herinnering brengt van oorlogsgeweld en sabotage. Het was in diezelfde tijd dat vrouwen en mannen ook op ander terrein hun gevaarlijke arbeid verrichten. Zo bijvoorbeeld wanneer Radio Oranje een dropping van munitie en wapens aankondigde. Door middel van codezinnen die wij clandestine luisteraars destijds met zoveel heimelijke voldoening hebben kunnen horen, maar niet begrijpen. De illegaliteit begreep ze drommels goed en was steeds tijdig aanwezig om door lichtsignalen de plaats aan te geven waar het materiaal moest worden neergelaten dat zo belangrijk bijdroeg tot de eindoverwinning.